Dank u wel, voorzitter. Grenscontroles zijn nodig voor onze veiligheid. Een strenge controle is nodig om ons land te beschermen tegen terroristen, illegale migranten en criminelen. Een sterke grens is juist nu belangrijk. De illegale migratie neemt toe, net als de terrorisme-dreiging. Daarom is het belangrijk voor een goede grenscontrole dat de identiteit van reizigers scherp wordt vastgesteld. We moeten weten wie onze grens wil oversteken en zo nodig personen met kwade bedoelingen tegenhouden. Op Schiphol wordt al enige tijd gebruik gemaakt van automatische paspoortcontrole. Met behulp van gezichtsherkenning kunnen reizigers op een snelle manier door de paspoortcontrole. Deze vorm van grenstoezicht heeft natuurlijk als voordeel dat de wachttijd op luchthavens veel korter wordt. Reizigers hoeven namelijk niet meer langs een bemande balie. Het is ook logisch dat er een wettelijke basis moet zijn voor de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van geautomatiseerde grenscontroles. Dat dit wetsvoorstel daarin voorziet is een goede zaak. In het belang van de veiligheid is het ook noodzakelijk dat de Koninklijke Marechaussee enige tijd de beschikking heeft over een foto van een reiziger. Bijvoorbeeld als iemand meerdere keren per dag de grens passeert. Wat voor de PVV voorop staat is de nationale veiligheid. Ik lees in de toelichting bij het wetsvoorstel dat er een significant effectievere en efficiëntere uitvoering van de grenscontrole en bewaking plaatsvindt bij geautomatiseerde grenscontrole, waardoor de nationale veiligheid beter wordt beschermd. Menselijke factoren zoals vermoeidheid en persoonlijke achtergrond zijn bij e-gates niet aanwezig. Maar hoe zit het met de foutmarges? De Raad van State gaf aan dat het systeem minder goed werkt bij bepaalde groepen mensen. Kan de minister garanderen dat er aan deze normen voldaan wordt, nu maar ook in de toekomst? Ondanks de voordelen van deze e-gates vindt mijn fractie het wel belangrijk dat er ook altijd een bemande post is. Dat grenswachters het systeem kunnen overroelen als dat nodig is. Wij zouden het niet wenselijk vinden als grenswachters volledig vervangen worden door deze e-gates. Juist omdat een menselijk oog soms ook andere dingen ziet dan een computer. Bijvoorbeeld het gedrag van de persoon tijdens de controle. En omdat er natuurlijk altijd storingen kunnen zijn, het systeem kan volledig plat komen te liggen, bijvoorbeeld door een cyberaanval. Kan de minister toezeggen dat er altijd een vorm van manuele controle op de grensovergangen blijft bestaan? Dank u wel, voorzitter. Een vraag van mevrouw Katman, PvdA. Ja, dank u, voorzitter. Vraag aan het PVV. U vroeg aan de minister, via de voorzitter, over die foutmarges. Terecht punt, goed punt ook. En u vroeg eigenlijk een toezegging. Vondeling vroeg eigenlijk een toezegging. Ja, mevrouw Vondeling vroeg een toezegging. Of dat binnen de perken gehouden kon worden. Of dat inderdaad die foutmarges tegengehouden kunnen worden. Als die toezegging niet komt, verbindt daar de PVV dan de consequentie aan dat deze aanpassing van de wet er niet komt? Nou, ik wacht gewoon even rustig het antwoord van de minister af om eerlijk te zijn. En dan kom ik daar later op terug. Volgende spreker is mevrouw Katman van de fractie van GroenLinks, Partij van de Arbeid. Dank u, voorzitter. Een effectieve grenscontrole op Schiphol is belangrijk voor onze nationale veiligheid. Je kunt er niet omheen dat elektronische controles snel zijn en daarom kunnen bijdragen.